Hallo allemaal, 7 december alweer en we kijken vandaag aan tegen de meest grijze dag. De voorbije nacht is het tot lichte nachtvorst gekomen, maar die temperaturen zijn tegen de ochtend weer beginnen oplopen en we starten de dag rond een graad of 2 in de plus. Daarbij zijn ook alle gladde plekken verdwenen en is de toestand van het wegdek normaal om de dag te starten. Veel hoger geraken we echter niet. De maximumtemperaturen die toppen vandaag af op een 5 tot 6 graden. En dat heeft te maken met de wind en de wolken natuurlijk. Enerzijds is het zwaar bewolkt tot betrokken geworden, maar wel nog droog. Anderzijds staat er een goed doorstaande zuidoostelijke wind en die voert koudere landlucht aan. En die zorgt er ook voor dat de gevoelstemperaturen ook weer een stukje lager zitten. Het blijft daarbij, zoals gezegd, wel droog of toch zo goed als droog. Ik sluit niet uit dat er misschien in de loop van de dag hier of daar een drupje of een klein buitje valt, maar dat zal een verschijnsel in de marge zijn. De echte regen die komt er dan pas vanavond aan. Vanavond en vannacht is er een periode met regen. Het gaat een aantal uur regenen. Het is een doortocht van een regenzone en die doortocht die gaat vrij snel. Later in de nacht wordt het alweer droog. De temperaturen die dalen daarbij eerst naar een graad of 4, maar lopen dat tegen de ochtend geleidelijk aan op, waarbij tegen morgenochtend zo'n 6 tot 7 graden op de thermometer zal staan. De wind draait dan naar een zuid- tot zuidwestelijke richting en morgen overdag gaat de aanvoer van zachtere lucht verder. Zoals al een tijdje aangekondigd gaan we naar dubbele cijfers. Op heel veel plekken noteren we morgen 9 tot 10 graden. Het is daarbij wisselend tot zwaar bewolkt en er kan af en toe een bui opduiken, maar even zo goed zijn er ook wel een aantal zonnige perioden. Het weekend, ja, dat wordt toch wel een stuk minder. Zowel zaterdag als zondag trekken er actieve regenzones door. Zaterdag gaat die regenzone al vrij snel binnenlopen en een groot deel van de dag verloopt regenachtig. Bij zachte temperaturen van zo'n 11 graden. Zondag kan het zelfs 12 graden worden, maar ook dan verloopt een groot deel van de dag regenachtig met de doortocht van een storing. Er staat ook redelijk wat wind op die beide dagen uit een zuidwestelijke richting. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig, winderig, zacht en regenachtig. Ik schuif er de pluim bij en dan zie je dat zelf. Je ziet hoe die temperaturen de komende dagen echt wel omhoog gaan en hoe we vanaf morgen in die dubbele cijfers terechtkomen en daar dan ook blijven. Ook de nachten die worden duidelijk een flink stuk zachter met vanaf het weekend minima van 8 tot 9 graden. Later in die pluim zie je dat de operationele run, de rode lijn, die gaat dan naar beneden. En ja, die zou dan naar midden volgende week toe opnieuw licht winters worden. Maar dat negeer ik voorlopig, want die operationele run die staat eigenlijk zo goed als alleen. Wat er wel van gaat komen, is dat waarschijnlijk volgende week het een stukje droger wordt. Zo, bent u weer helemaal mee. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.